Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van met heel veel compassie voor jezelf een bepaald proces ingaan. En dit proces staat in het teken van je losmaken van de belastende energie of belastende overtuigingen of belastende gevoelens of patronen die je van je moeder hebt overgenomen. Dit zegt dus niet direct iets over hoe je band met je moeder geweest is. Want je kan super goed geweest zijn, maar dan kan je nog steeds dingen meegekregen hebben waarvan je denkt van, ja, die had ik toch liever niet meegekregen. Bepaalde karaktereigenschappen en trekjes en energieën. En het zegt ook niks over dat je een band met je moeder heel goed moet zijn geweest. Want je kan ook een slechte band met je moeder hebben gehad en toch bepaalde energieën vanuit haar kant van de familie mee hebben gekregen. En toch nog ergens overgenomen hebben. Ook al wilde je dat niet. En de energie van deze week staat dus in het teken van juist die dingen loslaten. Die dingen uit je systeem losmaken. En juist dat stuk kan best wel heel veel gevoeligheid raken. En zeker voor de mensen die snel pleasen en die te snel in de verzorgende rol schieten en ook te verzorgend daarin juist worden, kunnen dit best wel confronterend vinden, de energie van deze week. En kan het best wel pijn doen, want ergens kan het gevoel triggeren dat je niet goed genoeg bent. En vooral dat je niet goed genoeg bent binnen relaties, dat je niet genoeg je best doet voor de mensen om je heen. En dat is niet waar. Dit is helemaal niet waar. Maar het is wel een gevoel wat door dit proces getriggerd kan worden en waar je dus last van kan hebben. Het kan ook zijn dat je hier gewoon heel makkelijk doorheen loopt. Als je dit natuurlijk al meer aangekaart hebt, misschien zelfs familieopstellingen gedaan hebt en hier al meer mee gewerkt hebt, ja, dan kan deze energie van deze week en ook van volgende week, want die staat volgens mij meer in het teken van de energie van je vaders kant van de familie helen of je daar los van maken, dan is deze energie niet zo heel intensief voor jou. Dus daar zitten we een beetje in te rotzooien deze week. Daar gaan we deze week mee aan de slag. Als je me vraagt van Scar, welke edelsteen raad je hierbij aan, dan zou ik gaan voor de rodoniet. Omdat de rodoniet juist helpt emotionele wonden energetisch gezien te helen. Ook energetische blokkades te helen, energetische zwakke plekken in je aura en je energiesysteem te helen. En daar ook gewoon heel veel zachtheid en compassie in aanwakkert. Want die compassie is in zo belangrijk voor jezelf. Dat is ook iets wat we mogen leren deze week, mogen oefenen deze week, compassie hebben voor onszelf. En die rodoniet die past daar dus heel erg goed bij. Dus die zou ik daarbij aanraden. En dat gezegd hebbende, ga ik de weekreading weer afronden en wens ik je een waanzinnige mooie week toe.